Wij zijn nog steeds bezig met de actiecultuur in actie tot 10 uur vanavond. We gaan door tot vrijdagavond laat in de hoop dat er geluisterd wordt naar ons. Of in ieder geval door de politiek. En dat er misschien actie wordt ondernomen om ons te helpen. Niet mij, maar de mensen die allemaal bezig zijn in de kunst, in de cultuur. We zitten nu op 340.158 mensen die nu eigenlijk op een virtueel plein staan en vragen om aandacht. Een hele belangrijke onderdeel van de cultuur en kunst is dans. En we hebben Gerald van Wind hier, choreograaf, en Natasja Lammers, ook choreograaf. En met name willen we het graag even hebben over de vrije, of laat zeggen dansen in de vrije producties, of in events, evenementen. Gerald, leg uit. Nou, wij werken heel veel voor tv-shows en met de huidige situatie is eigenlijk voor ons heel weinig werk. Dus een heleboel dansers zitten nu werkloos thuis. En welke kun je een paar shows noemen, recent bijvoorbeeld? Strictly Come Dancing bijvoorbeeld, doe ik in Duitsland. Ik heb Songfestival hebben we samen gedaan, ja. Mochten we samen doen. Dus helaas moest dat stoppen. Maar dat wordt volgend jaar, hebben jullie al het contract getekend voor volgend jaar? Of? Nog niet getekend, maar... Dus jullie wel beloofd? Ja, het is wel beloofd. Jullie werken vaak samen? Nou, eigenlijk, ja. Soms, ja. Soms. Ja, gelegenheid bij gelegenheden. Ja, ja. En jij bent ook choreografe in vooral events en tv. De Toppers in Concert, Tino Martin, Snollebollekes, Nicky, Plessen Shows, The Voice of Holland. Snollebollekes, dat links en rechts heb jij gechoreografeerd. Allemaal links, allemaal rechts. Daar zit een choreografie achter. Dat is echt kunst, hè? Nou, hij kwam er zelf mee en ik heb hem daar aangepast. Ja. Hij heeft het bedacht, Ja, begrijp ik. Ja. Heel moeilijk. En het wordt nu ook moeilijk voor die dansers, omdat ze hebben het eigenlijk moeilijk. Ze hebben het heel moeilijk. Ze hebben het heel moeilijk, ja. Leg uit. Ja. Nou, ik heb bijvoorbeeld laatst heb ik een Duitsland show gedaan, maar ook in Nederland. De dans wordt opeens afgezegd. Dus de show gaat wel door, zonder publiek. Maar het onderdeel waar dans in zit, het wordt allemaal gecanceld. Waardoor de dansers van de een op de andere dag dus geen werk meer hebben. Ook geen zicht hebben op werk. We weten niet wanneer dit allemaal verder gaat. Wanneer het weer... Ja, en over het algemeen grote evenementen, hè? Grote Ahoy, de Ziggo Dome, festivals. Allemaal met meer dan 10.000 man. Ja, omdat die concert ook op te pompen en meer production value te geven. Ja, absoluut, daar zijn wij echt voor. Om het gewoon meer egaar te geven, meer rijkdom. Het heeft een enorm effect. Dus met Toppers in Concert dan zie je ook aan de zijkant iedereen die meedoet, meedanst. Waardoor het, wij zitten dat rechts en rechts aan en dan gaat het zo mee. Maar het werkt wel enthousiasmerend. Ja. En die mensen die zijn dan op de ene dag op de andere dag, die hebben nu gewoon geen werk meer. Want je kunt... Nee, wij huren ze allemaal in als ZZP'ers. Ja. Dus je huurt ze per project in. En dan valt het ene project af. Dus je gaat ze ook. Ja, dan hebben ze ook echt niets. Dus. Nee. En hoe zit het met jullie? Want ik neem aan, er valt weinig te choreograferen als er geen events of evenementen zijn. Nee, niets. Nee, je kan ook niet denken van nou, ik ga alvast een dansje op dit of dat maken. Want als we straks. Maar je weet ook niet hoe het podium eruit gaat zien. Of hoe de hele show gaat worden die er misschien wel doorgaat. Je kan niet op voorwerken. Nee. Hebben jullie contact met de dansers waar jullie vaak mee werken? Hebben jullie bijvoorbeeld een appgroep of iets? Nou ja, we hebben natuurlijk sowieso, zoals in dit geval, het Songfestival, hadden we wel een appgroep. En dan op de avond dan ga je natuurlijk wel van, oh jee, wat heftig. Het is toch heftig, want het had het moment moeten worden voor ons, maar ook voor alle dansers. Ja, en dan zit je wel zoiets van voor de tv van, shit, dit is toch wel heel heftig. En heb je nou iets in je hoofd, Gerald, van wanneer iets weer gaat beginnen? Of denk je van, nou, ik zie het wel? Nee, we moeten afwachten. We zijn afhankelijk van anderen. Niet. Ja. We zijn afhankelijk van het virus. We zijn afhankelijk van aanbod van werk. Dus voor ons is het inderdaad echt gewoon afwachten en hopen dat het zo snel mogelijk opgelost wordt. En wat doe je tussentijds? Sporten, thuis. Ja, dat is sporten thuis, ja. Dat is ook mijn hobby. Instagram kijken, ja. Je kunt echt, nou, wat Natasja al zegt, je kunt zo weinig voorbereiden. Je kunt niet nadenken van, oh god, over 3-4 maanden ga ik die show doen, dus ik ga het voorbereiden. Je kunt eigenlijk niks anders dan... thuis zitten en proberen van het mooie weer te genieten. Ja, laten we hopen dat het weer snel mag. Hè? Ze zeggen dat het wel lang gaat duren. Nou, de eerste artiest die het weer durft om met een hele groep dansers op het podium te staan, die ga ik voor eeuwig aanbidden. En voor hoeveel mensen gaan jullie tekenen? Samen 150. Dat zijn de dansers die eigenlijk nu gewoon niks doen hebben. Omdat alle events in de ijskast staan. Ja. Ontzettend fijn dat jullie wilden komen. En natuurlijk wel fijn dat jullie volgend jaar een heel mooi doel hebben om het Songfestival... eindelijk allemaal te laten zien qua choreografie. We waren er zo klaar voor. Ja, we waren heel klaar goed. Voor. Ga lekker tekenen, 150 man. Ja, Gerald en Natasja gaan werken voor 150 gaan ze tekenen. 150 man voor de actiecultuur in actie. En terwijl ze tekenen, zal het stokje overgenomen worden door Anita Witsier. Die nu een virtueel kaarsje gaat aansteken voor iedereen die in de cultuur bezig is en het moeilijk heeft. Ik wens u een hele prettige dag. En wat mij betreft was er genoeg om hier te zijn. En laten we hopen dat er geluisterd wordt naar ons. Fijne dag nog, tot ziens.
Dankjewel. 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 Cultuur in actie.